Tyfoon werd van de weg gehaald vanwege zijn huidskleur, maar de politie ontkent dat er een structureel probleem is. Dit is geen schering en inslag. Politiemensen gaan niet op straat om etnisch te profileren. In hoeverre de Nederlandse politie aan etnische profilering doet, daar zijn de meningen over verdeeld. Goedenavond. Etnisch profileren is een term die de afgelopen jaren vooral overwaaide uit Amerika. Selectie op afkomst door de politie, waar vooral mensen met een donkere huidskleur het slachtoffer van zijn. Gisteravond zei de Nederlandse rapper Tyfoon via dit bericht op sociale media dat de politie in Nederland zich er ook schuldig aan maakt. Hij werd in Zwolle van de weg gehaald omdat agenten zijn luxe auto verdacht vonden, gezien zijn leeftijd en huidskleur. De politie bood excuses aan, maar de vraag blijft: gaat het hier om een structureel probleem? Dat is afhankelijk van wie je het vraagt. Surinamers, Antilles, Turken, Marokkanen, Indo's en Polen. Het geeft ons kleur, het maakt ons groter. Via social media deelt rapper Tyfoon zijn aanhouding. Een man met zijn kleur in zo'n auto, dat is verdacht, dacht de betrokken agent. Vandaag volgden excuses. De agent gaf toe te handelen op basis van een vooroordeel. Een incident of een structureel probleem. Dit is geen schering en inslag. Politiemensen gaan niet op straat om etnisch te profileren. Politiemensen gaan op straat om aanhoudingen te doen en criminaliteit te bestrijden. En helaas worden daarbij soms ook inschattingsfouten gemaakt. En daar moeten we weer van leren. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd binnen de criminaliteit. Maar de overgrote meerderheid binnen deze groepen maken zich nergens schuldig aan. Zij moeten kunnen rekenen op neutraliteit van de politie en assistentie. En dat gebeurt in de praktijk niet, klagen veel jongeren. Ze worden vaker aangehouden en dat is een probleem. Dat ik dan word aangehouden terwijl ik auto aan het rijden ben of op straat, dat je überhaupt om je idee wordt gevraagd zonder dat daar daadwerkelijk een aanleiding toe is. Je voelt je opgejaagd, het maakt je ook onzeker, want je wordt eigenlijk gecriminaliseerd terwijl je helemaal niks hebt gedaan. En dat doet iets met een mens en dat is voor elk persoon anders. Wat we wel moeten weten is, dit is geen gevoel, dit wordt stelselmatig gedaan. Control-Alt-Delete ontwikkelt een app waar mensen die zich slachtoffer voelen van etnisch profileren zich kunnen melden. De politie voelt niets voor extra registratie of strengere maatregelen. Agenten krijgen voldoende opleiding om etnisch profileren tegen te gaan, zegt Akerboom. Rapper Tyfoon had geen behoefte te reageren vandaag. Van de regen naar de zon en andersom.